Oké, als het goed is moet hij daar wonen. Dat zei Diederik in ieder geval. Ja, en eigenlijk zou ik nu natuurlijk naar die leerling moeten gaan, want die leraar heeft hem aangegeven met dat van hem het briefje vandaan komt, maar ik vertrouw die leraar niet helemaal. Ik weet het niet, het is natuurlijk gewoon een leraar en die zal weinig met drugs te maken hebben, maar het lijkt gewoon alsof hij informatie achterhoudt. Ik weet het niet, hij doet continu bij de hand, het lijkt alsof hij niet mee wilt werken. Ik weet het niet, en hij had het over die zoon en Diederik zei het al, dat we misschien daar een bezoekje moeten gaan brengen. En ik ga voor de rest niet dreigen of zo, maar ik wil gewoon met die zoon gaan praten. Want er is ooit wat verkeerd gegaan tussen die twee. En ik wil gewoon weten wat. Misschien weet die zoon wat meer over die leraar. En misschien kan het wel een aanknopingspunt zijn voor deze zaak. Dus ik ga gewoon even langs, gewoon even met hem praten en kijken hoe het met hem gaat. En hoe het nu met de relatie met zijn vader gaat. Dus even kijken, als het goed is moet hij daar wonen. Dat zei Diederik in ieder geval. En hij woont boven deze bar. Ja, dat hebben we in ieder geval wel gemeen met elkaar. Jammer genoeg. Eens even kijken. Nou, hoi hoi. Niks aan de hand hoor, niks aan de hand. Ik kom voor hierboven. Hoi. Nou, lekker gezellig daar. Als het goed is het hier bovenaan de trap. Als het goed is moet hij daar wonen. Ik hoop dat hij meewerkt. Oké, op hoop van zegen. Hallo, politie. Wat? Hallo. Politie. Hoi. Ja, hi. Hoi. Peter Jansma, ik kom voor niks bijzonders hoor. Gewoon een normaal gesprekje over een onderzoek. Dex, aangenaam. Ja. Zou ik even binnen mogen komen? Ja, waarom niet? Kom maar. Top, ga gezellig even zitten, dan gaan we even praten. Nou ja, ik blijf liever staan als ik het niet erg vind. Het is ook niet erg natuurlijk, het is jouw woning. Luister, yes. Ik ben bezig met een onderzoek en jij bent betrokken tot deze zaak. En laat ik je even gelijk geruststellen, je hebt niks verkeerds gedaan, zover ik weet in ieder geval. Maar jij bent natuurlijk betrokken bij je vader, want je vader heeft wel met deze zaak te maken. Mijn vader? Ja. Die oude lul, die leraar? Nou, hij is inderdaad een leraar, hij is inderdaad wat ouder, maar hij is betrokken bij deze zaak. En daarom kwam ik even bij jou om een verhaal te halen. Ik wil gewoon even met jou een normaal gesprek voeren over wat er de laatste tijd is gebeurd. Ook tussen jou en je vader. Laat ik bij het begin beginnen. Ik ben bezig met een onderzoek over een drugsomloop in de school. Ontzettend veel handeltjes worden daar gedaan en zo. Heel veel klachten van ouders, noem het maar op. Drugs op school is heel slecht voor de leerlingen, voor de leraren en natuurlijk sowieso voor de bevolking van deze stad. Maar er is dus een briefje gevonden in de lade in het lokaal van jouw vader. En dat briefje, dat briefje leidde uiteindelijk naar een drugspand met gewapende mannen. En er is uiteindelijk zelfs een vuurgevecht ontstaan. En dat briefje is dus gevonden in de lade van het bureau van jouw vader. Wat? Ik wil weten, mijn vader. Weet je zeker dat je de verkeerde hebt, vriend? Of de goede? We hebben het opgezocht in de registers. Het gaat om jouw vader. Zoals je weet, je vader werkt gewoon in die school. Is dat correct? Ja, ik weet wel dat die leraar is, ja. Ja, dan gaat het inderdaad gewoon om jouw vader. Ja, maar mijn vader, ik heb eigenlijk helemaal geen vader meer. Hoezo? Mijn vader is dood voor mij. Ik hoef... Oké. Ik wil niks meer over hem horen. Ik ben helemaal klaar. Er wordt aan de deur geklopt trouwens. Er wordt aan de deur geklopt. Moment. Misschien moet je even open doen. Maar Kees, wat doe je? Ga weg man, je komt er niet zomaar naar mijn huis. Ik weet toch dat je niet... Idioot. Wat was dat? Wie was dat? De onderbuurman die kwam waarschijnlijk weer klagen over het geluid. Wat wou die van je? Nee, die zat weer te zeiken met zijn grote brutale bek dat de muziek waarschijnlijk weer te hard stond of zo net. Oké. I don't know. Luister, nou goed, over je vader dus. Dat briefje is gevonden in zijn lokaal. Dus we zijn dat aan het onderzoeken. Ik zeg niet dat jouw vader er wat mee te maken heeft. Maar ik wil gewoon even met jou praten over of hij daar wat te maken mee zou kunnen hebben. Want jij bent zijn zoon natuurlijk. Jij zou de perfecte persoon zijn om mij dat te kunnen vertellen. Ja, ik wil eigenlijk niet echt aan meewerken.
Ik heb sorry, niet maar zin hebt in. Sorry, maar je hebt geen keuze. Hoezo heb ik geen keuze? Zoals ik al zei, dit gaat om een meneer, zaak. Doe eens even waar... rustig. Jij hoeft mij dat niet te vertellen. Oh, nu gaan we het zo spelen. Wacht even. Dat hij nu even hey. Of zo. Houd je mond dicht. Ben je onder invloed van drugs? Of alcohol? Wat? Ik zie het in je ogen. Wat zie je in mijn ogen dan? Ik weet het niet. Je hebt een beetje rood in je ogen. Ja, dus ik kom net uit mijn bed. Waarom doe je die deuren zo hard dicht? Wat is daar? Mijn bed is niet opgemaakt. Waarom stelt hij zoveel vragen? Nou ja, dit is een onderzoek. Bent en bang of ieder persoon hard naar achter. En ieder persoon, ik ben natuurlijk voor niemand bang. En als ik wel bang ben, dan zal ik er een eenheid bij roepen. Oh ja, een echte man dat, hoor ik hier praten. Ik neem aan dat jij dat niet wilt, maar ik ben zeker niet bang van jou. We kunnen gewoon een normaal gesprek voeren. En ieder die niet normaal meewerkt met een onderzoek, wordt bij ons als verdachte gezien. Dus laten we dit normaal gewoon bespreken. Ik bedoel, ten eerste, je hebt geen goede band met je vader, zeg je al. Dat is duidelijk. Maar mijn vraag is dus, en dat zou je gewoon normaal moeten kunnen beantwoorden als je relatie al niet goed is met je vader. Zou hij wat te maken kunnen hebben met drugs? Ja of nee? Drugs? Ik weet het niet. Ik hoop het voor hem van wel eigenlijk. Ik hoop dat hij de bak in gaat. Maar, Er is wel heel wat misgegaan dan tussen jullie. Ja, okay. Er is heel wat misgegaan. En dat maar vind ik ook heel weten eigenlijk. Oké. Maar dat vind ik dus ook heel vervelend voor jullie twee. Maar ik wil het wel even duidelijk stellen. Waarom ben jij uit huis gestuurd door hem? Oh, dat had je helemaal niks aan, joh. Dat is privé. Sorry, maar ik ben bezig met een onderzoek en dat gaat over jouw vader. Hij heeft het geroepen namelijk toen wij hem spraken. Hij heeft over jou wat gezegd. Dus ik wil daarom weten van jou, waarom ben jij uit huis gestuurd? Je zal er ook zelf een goede reden voor hebben. Anders heb ik alleen maar het verhaal van hem gehoord. En ik denk niet dat je dat fijn vindt. Ik weet niet wat hij allemaal over mij heeft gezegd, maar ik weet niet. Mijn vader die vond me iets te brutaal altijd. En we hebben wel eens wat pittige woordwisselingen gehad. Ja, we hebben wel eens erge ruzie gehad. En ik weet niet, misschien was hij bang voor me of zo. Zoals je ziet, ik ben ook al wat ouder en ik weet wel hoe het werkt. Ik ken ook mensen die natuurlijk zonen en dochters hebben en zo. Mm-hmm. Het werkt niet op die manier. Ik bedoel, het is niet dat een vader zomaar zijn kind naar buiten stuurt om een ruzie. Ik bedoel, dat gebeurt gewoon niet. Laten we eerlijk zijn. Dus vertel. Wat is er precies gebeurd? En er moet iets ergs gebeurd zijn. Een vader zet niet zomaar zijn zoon op straat. Kom op. Ik ben zo weer buiten als jij nou gewoon meewerkt. Ik heb hier helemaal geen zin in. Wees rustig. Blijf rustig gewoon. Nee, ik blijf niet rustig. Blijf man. Rustig. Wat is dat trouwens daar op de muur trouwens? Wat? Dat? Ah, weet ik niet. Een gat van een boor of zo? Hoe komt dat daar? Want dit is geen gat van een boor. Dat zat hier al. Dat is geen gat van een boor. Weet je wat dit voor een gat is? Hmm? Van een kogel. Nou, ik zie het pas voor het eerst hier, dus. Ja, is dat zo? Ja. Ik geloof er nogal weinig van. Want ik bedoel, als jij een appartement hier huurt, dan zou je dat waarschijnlijk bekeken hebben. Dus vertel, weet je hier iets over of niet? Nee, echt niet. Dit is me niet opgevallen. Okay. Maar waarom beschuldig je mij zo? Het is je niet opgevallen en het is je ook niet opgevallen dat jij iets verkeerds hebt gedaan waardoor je uit huis gestuurd bent. Nee, meneer. En ik beschuldig je niet. Ik wil graag dat u weggaat. We zijn nog gewoon in een normaal gesprek. Ik bedoel, jij bent degene die steeds je stem een beetje verhoogt en een beetje van... Dus laten we gewoon normaal blijven. Laten we gewoon normaal praten over dit onderzoek. Meneer, ik heb al gezegd, ik wil hier niet aan meewerken. Mijn vader mag naar de kloten lopen. Het interesseert me geen hol. U mag ook naar de kloten lopen. Ik zweer het. Wat ben jij voor een mafcase dan? Wat is dat voor iets? Mafcase? Je gaat gewoon normaal... Hey, wil je dat ik een eenheid bij jou? Wil je dat ik een eenheid bij jou? Kom op. Hey, doe eens normaal, man. Blijf stilstaan. Hey, ga van het dak af. Blijf stilstaan of ik schiet. Blijf stilstaan of ik ga gerecht schieten! Blijf stilstaan, ik zeg het je nu! Meer eenheden! Flikkeren!